Yo mensen, voordat de echte video begint wil ik even Mr. Blissenator super bedanken voor het sponsoren van zijn modded menu om mijn account natuurlijk veel geld te geven. Dus check even de beschrijving, hij maakt modded accounts voor wel een beetje geld en ik zou zeggen check de beschrijving naar zijn Discord. Het is super goedkoop voor heel veel dingen wat je kan krijgen in GTA. Veel kijkplezier. Yo mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games. En in deze video ben ik niet alleen, ik ben met twee gasten. En de eerste gast is Lars. Hoe is die Lars? Hallo. Duimpje. Slecht. Zo, dat doe je heel mooi hoor. En de tweede gast is Sam. Die dab, ouwe. Dab. Oké, de dab. Nou, het is nog geen 2018, mag het waarschijnlijk echt niet meer, maar oké. Okay. Jongens, vandaag op, even zien, het is 12 december, is er een nieuwe GTA-update uitgekomen. En wij gaan die update dus gaan testen. En we hebben veel geld, in ieder geval 150 miljoen heb ik, 145 miljoen. En we hebben alle drie wel, ja, jullie hebben wat meer. En ja, we gaan gewoon heel veel kopen in deze nieuwe update. We hebben natuurlijk onze mooie sportcars. Jullie met de Porsche, ik heb de, ja, wat is dit eigenlijk voor auto? Aston Martin volgens mij? Aston Martin. Nee, dit is de Spectre. Ja, maar in het echt is Aston Martin. Oh my god, ja, Sam. Oké, <Okay. laughs> nou lekker Sam, jij mag even een tik krijgen. Ja, hier. Oh, ik wil jou ook een tik. Oké. Fuck jullie. Nee! Niet schieten, Sam. Oh. Ik wil die dood, oké? Oké. Maar jongens, we gaan even op dit mooie plekje in onze mooie drie sportcars. Gaan we even de shop kijken. Wat allemaal eigenlijk nieuw is in de game. En trouwens, we spelen dit op PC, omdat we hier dus veel geld hebben. Oké. Ik zie dus dat de Warstock iets geüpdate is. Dat is een plaatje. En het ziet er fucking vet uit. Het lijkt op een beetje zo'n grote tank. Holy shit. Oh, dit is die helikopter. Ja, jongen. Kopen, Hoe kan ik... Ik kan die niet kopen. Dead from above. Ja, je moet eerst even... Ja, dan moet... Oké, wat we eerst... Ga eerst even naar Maze Bank. Maze Bank. Daar naartoe. Maze Bank. Nee, oké, ja, is goed. Ik ga... Maze Bank. Maze Bank, jongens. Het is... Oké. Maze Bank. Maze Bank, ja. Mazerbank. Enterside, oké. Oh, allemaal die roze of die paarse dingen. Ja, maar ik zou die gewoon Ja, maar ik denk dat ik hem naast mijn bunker ga doen. Dan zit dat een beetje dichtbij elkaar. Ja, dat is die daar iets daarboven, ja. Ja, die eentje erboven. Ik denk dat ik die ook ga halen, dat is, want hier is mijn bunker. Dan ga ik die. Holy shit. Oké, dit is dus de nieuwe bunker. Dit is echt sick, ouwe. Oké, ik ga hem kopen. We gaan even kijken wat we er allemaal in kunnen gaan kopen. We kunnen hier natuurlijk allemaal kleurtjes. Oh, dit ziet er echt heel groot uit nu al, deze hal. Ja, gast. Holy shit, blauw. Ik ga die bruine doen, denk ik. Rood. Die ziet er wel ziek uit met dat hout en zo. Welke bruine? Die rechts onderin. Die rechts onderin. Dat is ook zo'n mooi tv'tje natuurlijk. Ja, dan heb je dat blauwe weer. Ja, dat blauwe. Wit. Ik ga die zwarte nemen. Ik vind dat heel clean uitzien. Zwarte? Ja. Ja, dat is wel ziek. Was die tweede? Oh, dat zijn die muurpatronen. Wat vond ik die stand? Oeh, dit is wel hard. Die rechtsonder. Oh shit. Oh, die rechtsonder. Ja. Deze. Ja, ik heb die middelste onder aan. Heb ik. Ja, ik ook. Dus dacht ik ook al. Oké. Okay. Orbital Cannon. Wat is dit? Oh, dat is die. Holy shit. Oh, is dat die met die satellietdinges waar jullie over hadden? Ja, dat is iets met. Ja, het ziet er wel sick uit. Het is met een satelliet of zo. Ja, dat heb ik gezien op YouTube. Ja, dit is dus die map waar ze dan om die tafel heen, zeg maar, heen staan. Ja, met die heist natuurlijk. Dus die kopen we ook. We kopen gewoon alles erin. Security room. Ziet er ook wel sick uit. Oké, wat die veetje. Die lounge. Lounge, oké. Oh, dat is de chill room. Oeh, dit private class. Ik vind die prestige wel mooier, hoor. Nee, geblindeerd ga ik ook niet doen, maar ik vind het ook wel sick uit. Oh, die tweede is ook hard. Ik ga die tweede. Ja. Hier zit nog een fruitdingetje. Ik ga die derde nemen, gewoon om het iets anders te zijn. Die is wel sick en clean. Fruitdingetje, het fruitdingetje. Sleeping quarters. Oh, dat... Ja, die doe ik ook gewoon niet leuk. Ja, trouwens, die tweede of die derde. Die tweede vind ik eigenlijk wel mooi. Ik doe hier wel de tweede. Ik ga ook gewoon de derde doen. Puur omdat er een kartonnen doos de rest staat dan. Oh, jij doet het weer om die kartonnen doos. Ja, weet ik. Fruitmandje, 4,4 miljoen kost dit, jongens. Dus we kopen het. 4,6. 4,6. Holy shit. Nou, ik heb hem gekocht, jongens. Okay, hoppakaas. Dat is nice. 3, 2, 1. Ik nu ook. Oké. Nou, dan hebben we dat dus gekocht. Maar we gaan nu even de nieuwe vehicles dus... Oh ja, nu kunnen we dus die helikopter, die nieuwe grote helikopter kopen. Dit is gewoon een... De Avenger. Oh, dit is echt heel sick. De Avenger. Dit is zeg maar ook van... ik weet niet of jullie Call of Duty Infinite Warfare kennen. Die hadden het ook van dit. Of Black Ops 2 was dat. Nee, dat ken ik niet, ouwe. Dat was ook zo'n vliegtuig. Ja. Oké, de interior. Oh shit, die gele is fucking ziek. Nou, dan heb je allemaal van dat gouden shit en zo. Dat is wel, doe maar. Zwart is een beetje... Ja, zwart is wel... Ik ga zwart. Nee, wat is het verschil? Ik heb die gele. Ja. Geel is wel ook wel. Ja, die gele, dat is wit met goud en zo. Nee, ik vind ik gewoon puur zwart. Ja, ik ga ook gewoon zwart. Gun turret. Ja, hoppakee. Oh, dat is het kan schieten. Vehicle workshop. Gooien we er ook gewoon in. Weapon workshop. Gooien we er ook gewoon in. Dit is dan gewoon een beetje, zeg maar... Allemaal erin gooien gewoon. Dit is de mobile operator center eigenlijk. Die vrachtwagen, maar dan in de lucht. Nee, dan in de lucht. Dat is wel dan in de helikopter gewoon. Achterin gepompt. Dat is wel sick, oh. Dan kun je gewoon je... Oh, dat wordt echt hard. Dat wordt echt sick. Maar hij kost gewoon meer dan mijn bunker van net. Dus,
Oké, okay. Ik vind dat niet echt een hele goede prijsvergelijking. Als de bunker als veel minder kost dan een vliegtuig, like, oké. Okay. Maar we kopen het. Oké, dat is wel een beetje... Maar jongens, ga naar Warstock, de middelste boven. Warstock, middelste boven. Hij is back. Jetpack! Oh, wat zijn dit voor allemaal? Jetpack, tank, what the fuck? Ja, die, dat was... Oh, je hebt zo'n bommenwerper, ouwe. Zo'n... Oh shit, en zo'n lijpe truck. Kijk eens, drie onder. Zeg maar, helemaal rechts. En dan de derde. Oh, ja, die truck. Met die raketten, ouwe. Dat is die met die raketten. Oh ja, dat is dat afweergeschut, ja. Ja, jongen. Ik vind hem wel lelijk van de voorkant een beetje. Het is wel apart. Ja, maar het is oké. Okay, ik ga gewoon alles bestellen. Ja, jongens. Ik begin gewoon bij de Deluxe jongens. En dan ga ik ook gewoon verder. Ik ga gewoon alles kopen, ja. Ik ga de Deluxe dat is zeg maar die, hoe heet die film? Back to the Future is deze auto. Dus die kan vliegen, dacht ik. In de trailer had ik dat ook gezien. En ik zie hier ook een plaatje. Volgens mij wel. Oh ja, dit is wel echt. Ja, deze kopen we. Hoppakee. Welke garage? Oh, ik ga dat denk ik allemaal op de onderste nu. Dat is die, de facility. De facility. Dat is volgens mij die bunker die we net gekocht hebben. Oh ja. Oh ja, dat... Ik ben dom. Dus ik ga ja, gewoon al die update shit, ga ik daar gewoon in zetten. Oh, die jetpack kan je dus niet in een garage zetten, die koop je gewoon gelijk. Nee, die komt in je tank. ding, denk ik. Oh, die koop je ook gewoon gelijk, Pegasus denk ik. Die kan je denk ik tunen in die helikopter. Nee. Die kan je gewoon tunen, volgens mij kon je die tunen gewoon in die... In die bunker, ja ik denk dat heel veel gewoon in die bunker komt te ja, staan. Ja, ik denk het ook. Hebben jullie die witte auto gezien, de Strom? Ja, oh my god, dat is gewoon een onderzeeërbootje. Oh mijn god, de zeeërauto. Ik had hem al wel een beetje gezien, maar ik dacht dat... Truck Audi is ook ziek hoor. Maar zo'n beukwagen, die kopen ook gelijk. Ja. We gaan gewoon alles kopen jongens. Dus ik zeg, we zien jullie zo meteen wel als we alles hebben gekocht. En we zullen We ook echt alles gaan, natuurlijk. Ja, we gaan alles kopen jongens. Dus let's go, tot zo meteen. Zo mensen, hier is dus de bunker. Zo'n klas vol. Holy shit. Ja, kan je hier ook oprijden? Ik kan ook even zien. Ja, ga je met mij erin? Oh ja, Sam. Oké, dan ga ik ook bij jou. Moeten we jou apart erin doen? Nee, dat kan niet. Oh, ze is echt Ik moet zonder auto, want anders ga ik die auto's er natuurlijk uithalen. Nee, ja. Oké, wacht, ik kan jullie vast wel meenemen. Oh shit, oké. Ik heb deze animatie nog nooit gezien. Ik ga gewoon twee doen. Ja, omdat ik eerst die animatie krijg zo. Shit, ja, ik ook. Holy shit. Ik kom ook al naar binnen. Je moet gewoon zo'n code invullen en dan ga je helemaal naar beneden. Dit is fucking hard. Holy shit, ja, ik zie hem ook, ouwe. Oh, hey, kijk, nu kan ik jullie meenemen. Enter organization members. Oké, we gaan erin, jongens. Ik ben benieuwd, man. Holy shit. Tutorial. Holy damn. Oké, dit is dus mijn... Oh, hij ziet er wel sick uit met die... Hey. Dit is echt 10 keer beter dan de bunker die... Ja. Hey, waar is je... Kluisjes. Holy shit, kijk dit dan. Al dat blauwe en zo. Is fucking ziek. Security room. Oh, dat blauw is wel hard. Hé, ik heb toch een doos Oh, ik raak mijn microfoon weer vol aan. Ik had toch een doos in mijn kamer. Ja, ik had een doos in mijn kamer. Oké, okay, je krijgt dus nu alles te zien, joh. Dit is echt wel sick. Oh, ik heb ook werknemers. Slaafjes noem ik dat. Nee. Ja, dat zijn ik en Lars. Wat is dat? Ja. Ik krijg Lars geen instructeur, joh. Oh, wat echt, kun jij al lopen? Ik krijg alles te zien ja, nu. Ja, ik ook. Coca-Cola, oh, dit is de aula, zeg maar, een beetje. Met allemaal gekke 3 monitors. Het lijkt gewoon net op de setup die ik nu ook heb. Wat de fuck? Ah, niet zo toe doen, hè? Wat daarboven... Oh, oké, okay, dit is wel heel sick. Dat is de map, zeg maar. Die tafel zie ik nu. Holy damn. Oh shit, damn. Ja, ik ben ook nu net bij die tafel. Holy shit, ouwe. Ik vind het wel echt sick uitzien, maar het is wel echt heel duur. Ja. 4,5 was het of zo. Als je die lift hele hier. Update wil kopen. Ja, dat is echt... We hebben nu heel veel gekocht. We hebben nu natuurlijk alles gekocht. Nu moeten we natuurlijk nog auto's tunen, van alles kopen waarschijnlijk. Oké, okay, holy damn. Oké, okay, ik ben erin. Oh, ja, ik zie Lars daar al rennen. Ja, oh, dat is de jetpack! Ja, hier is de jetpack. Ja. Yo, Sam. Oh, dit is het logo, police. Als het goed ja. Kan je gewoon instappen. Oh, gaat het ziet er koulo dik uit bij jou, dit. Ja. Kijk, als het goed is, kan je gewoon op F drukken, dus dat je erin gaat. En als je dan E doet, ga je als het goed is, kan je tunen. Volgens mij. Echt? Oké, okay, ik wil het gewoon... Kijk mij staan, jongens. Lekker. Oh, kijk al dat vuur! Holy shit! Oké, okay, ik ga hem tunen. Oh ja, armor. Mij zie je twee van die pistraaltjes vanaf hier. Ja, dat is bij mij ook zo, maar het ziet er ook cool uit. Wat is dit dan? Flare? Chaff? Oh, ik koop dit wel. Livery, oké, dus je kan hem ook een ander... Camo... Oh, je kan de... Kun je dat zien? Veranderd? Ja. Holy shit. Oh, dit is wel... Ik word gebeld door Martin. Martin! Oh, dit kan ik allemaal nog niet kopen. Martin! Ik koop deze wel gewoon. Respray... Crew, ziet dat eruit? Oh. Het is wel vet, ouwe. Maar hoe ziet het zwart eruit? Mat zwart. Okay. Dat is wel sick. Ja, dit is dit. Ik zou het zo doen. En dan dit? Nee. Nee, gewoon zo. Gewoon zo. Dit, ja, gewoon zo? Ja, gewoon nee, of zwart. Dit. Kijk, dan ziet het zo ja, uit. Ja, dit zou ik doen. Nou, dat zwart is wel sick. Met je stoel. Weapons, oké.
Holy shit! Kijk, de Holy shit, gast! Hier, dikke guns. Welke is beter dan deze? Ook, want dit zijn machinegeweren. Ja, raketten, dit gast. Raketten! Oh, oh mijn god. Oh, dat wordt zo leuk. Oh, wat is dit? Jetto. Zou je dan ook kunnen... Zou dat rennen misschien? Of zou het een beetje zulke homing lounges zijn? Ja, ik denk dat het gewoon kan veranderen. Dit ziet er wel echt sick uit, hè. Ja. Je staat nu in beeld. Oké, okay, dit is wel echt hard, ouwe. Oké, die vrachtwagen er ook, man. Laten we hier. Ja. Gewoon via zo. Oh, shit. Gaan we hierheen? Zullen we dan één voor één steeds gaan tunen of zo? Ja, een is goed, ik vind het goed. Oké. Okay. Kunnen jullie de, jullie kunnen het ook steeds zien, toch? Als ik zo tune. Ja, ik kan er niet in, helaas. Dit is wel echt sick, ouwe. Oké, nu dan? Ja, 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 ja. Ik ga bij je zitten. Ja. Ik achterin. Ik weet niet. Oh ja, ik kan hem tunen. Oké, okay, tune armor. Zit. Oh, dit is zo'n politieding. Oh ja, er zitten sirenes op. Sirenes. Gast, dat ziet er fucking zo'n truck-tooter. En zo'n zo waterspuit, Dylan, zie ik nu al. Ja, dat is echt zo, hier, bij Rotterdam, dat is zo'n vrachtwagen. Ja. Oké, okay, livery. Oh, camo. Oh, dit is eigenlijk wel hard. Gewoon deze kleur, blauw, met die livery. Even, ja, het is lelijk. Ja, kan. Dit is wel hard. Nee, nee, dit is wel heel... Zo, dit is wel heel overdreven. Zoiets. Ja, deze. Ja, deze is nice. Die is sick, ouwe. Plate. Nou, plate boeit niet echt. Respray. Ja, op zich de kleur vind ik nu ook al wel nice. Ja. Crew emblem. Natuurlijk de politielogo. Dat is pas fucking vet op deze auto. Oh ja, gast. Holy shit. Wetter. Oké, nu heb ik... Oh, de tweede waterkanon. What the hell? Transmission. Is dat hij wat sneller wordt. Turbo. Nou, tunen we er gewoon in. Fuck it. Dat moet snel zijn. Op zich de banden en zo. Dat boeit niet. Die vind ik op turbo zich erop. Oh, dat kan niet, ja. Nou, oh, hij is wel boeit. Ja, ik heb een beetje gezien op YouTube, maar... Ja, dit is wel sick. Oh mijn god. Holy shit. Oké. We gaan nu eerst een beetje alles tunen. Kijken hoe alles eruit komt te zien. En dan gaan we later gewoon in de video gaan we een beetje alles bereiden. Gewoon kijken. Bijvoorbeeld die vrachtwagen daar of zo. En gewoon een beetje kijken hoe alles rijdt. En deze lijkt me ook echt vet, ja, ouwe. Ook, deze Jeep. Oh, dat is echt off-road, ouwe. Maar deze is denk ik gewoon... Kan je deze tune in Benny's? Deze? Dat lijkt me wel echt... You can technical insert pick-up weapons. Want dat je hem toch wel moet kopen bij Benny's. Ik kan hem ook niet... Ik kan hem hier niet tunen, hoor. Oh. Echt niet? You can only take the technical insurgent pickup and weaponized personal vehicle into the adventure. Oh ja, je kan alleen weaponized shit tunen hier. Dus, oh, dat is wel heel apart. Oh, deze wel... dan? Deze is wel sick, ouwe. Ik zeg je eerlijk. Holy shit. Twee hoeken. Sam, kan jij daar achterin zitten? Ja, waarschijnlijk. Holy shit. Oh ja, Sam, ga jij eens op de achterkant? Ja, ik doe mijn best. Oh, yeah, holy shit. Dan kan je achter en voor gewoon... Ja, deze kan ik ook niet tunen. En dan kan nog iemand uit de zijkant. Ja, deze... Waar moet ik dit tunen dan? Volgens mij moet je deze in dat vliegtuig doen, of in zo'n mobile operations center. Oh ja, waar staat dat vliegtuig dan? Die, helemaal hier ook? Die, want die, hoort die kunnen we ook niet tunen. Normaal hoort hier te staan. Maar deze dan? Deze kunnen we wel tunen, denk ik. Waar is je vliegtuig dan? Ja, dat weet ik niet. Nou, als je hem gewoon, die... Normaal moet hij gewoon in je bunker staan, en dan kan je het ook gewoon tunen in je bunker hier. Ik kan even, is dit maar twee personen, zeg je niet mee, of kan ik aan de andere kant? Oh ja, ja, aan de andere kant, ja. Deze is wel echt sick, ouwe. Oké, ik ga hem even tunen. Gewoon ook weer zo'n livery erop gooien. Nee, ik zie laatst lopen. Echt niet? Echt niet? Oh. Er zit nog een deur toch aan de andere kant? Maar misschien zit jij, omdat jij nu aan modder bent. Oh ja, wacht, zal ik er even uitgaan dan? Dus modder. Nee, 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 wacht, volgens mij zit er ook maar één stoel bij mij. Ja, oh, je kan gewoon van twee kanten instappen. Oh nee, wacht, ik denk dat de guy die achterin zit ook moet schieten dan. Ja. Oh. Oh mijn god. Oh shit. Zwart? Lijkt net ziet er wel een Noord-Koreaanse. Laat maar. Oh, groen is ook wel ziek. Dit is sick. Zo'n fijne... Of dit? Nee, nee, ik zou eentje... Dit is allemaal wel ziek, zo, ja. Nee, die net. Je had net een goeie. Vies groen. Deze. Velgroen. Nee, eentje... Ja, zoiets. Dat is ik vind deze mooier, hoor. Ja, ik vind deze ook wel ziek. Het is jouw auto. Ach ja, boeien. Het is gewoon... ja, ziet er sick uit. Oké, crew call. Oh, dat is wel heel lelijk. Die moet je roze. Die laten gewoon zo zwart. Die moet je roze een mooi emblem erop. Hoppakeetje. Transmission, nou, boeien. Gewoon, dat zie je toch niet. Turbo hetzelfde geval. En wheels. Is dat al? Ja, dat kan je ook niet tunen. Oké, was nog niet bulletproof, though. Oké, nou, dat is al wel. Windows. Yo. Ik vind dit echt... Holy shit. Ik wil deze eigenlijk even uittesten, maar Lars kan er nog niet in. Dat vind ik echt ruk. Kom maar anders even naar buiten, jongens. Ik wil één keer met deze wagen schieten. Okay, deze wagen. Ja, ik weet niet of ik dan moet schieten of jij. Oh shit, oké. Okay. Oh shit, kijk die stuur van de banden. Holy shit, oh ja. Kijk zo. Het zit gewoon met drie of vier wielen gewoon tegelijk. Oké, ja. Acht eigenlijk. Oké. Okay. Ik heb geen idee hoe ik dit ding moet besturen. Oh, H, Disable Missile Launcher. H. Oh, oh my god, Sam. Ja, jij moet het doen. Boom. Ja, nu zie ik. Kan ik ook rijden? Oké, nee. Oh, je gaat dan omhoog. Ja, je let gaat... op, kijk dit. Ha, fuck you. We gaan even hierboven zitten. Kan je misschien de snelweg raken? Kijk, hier, daar.
Moet je even een auto laten ontploffen, oké? Ja, is goed, man. Oké, hier gaat hij. Ik denk niet, nee, dat kan ik niet bij, man. Ja, dat kan niet, dan ben je te hoog. Kel het op. Ja, eigenlijk... Oh, holy shit. Drie tegelijk, bro. Maar kan die ontploffen dan, of niet? Oh shit, vier. Ja, hij schiet echt heel veel, hij schiet heel veel. Maar je kan dus niet tegelijk rijden. Oké, dat is wel wat... Zandien. Ja, anders was hij wel heel overpowered geweest, denk ik. Dan ga je zo mooi rijden, zo. Holy shit. Oh, shit. Ik vind deze echt wel hard, hoor. Okay, hoe ziet die animatie eruit als we weer ingaan dan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Lars, kom je er ook weer in? Ja, ik kan er niet in, hè. Maar ik, Maar ik zie echt 6 deuren erin of zo. Maar je kan maar met z'n tweeën erin. Dat is wel heel apart, hoor. Dat ja, maar dat komt denk ik omdat ik moet schieten. Dat ik gewoon meer ruimte heb of zo achterin. Oh, shit. Ik vind het sick, ouwe. Hoe gaan we er nu in dan? Kijk, deze vrachtwagen. Oh, shit. Ik vind deze bunker 10 keer vetter dan die andere. Maar ja, Dylan, heb je wel dat vliegtuig goed gebocht? Ja, als het goed is wel. Hij staat er niet. Jawel, 4 miljoen en zo. Ja, maar waar hoort hij te staan dan? Midden. Ja, hier in het midden van je bunker. Maar ik loop zeg maar, daar hoort hij te staan. Druk eens op X, Dylan. Ik hou X in, maar er gebeurt niks. Nee, 1 keer op X. Oh, 1 keer... Oh, what the fuck! Holy shit! Kan je ook helemaal de lucht in? Hoe doe je dat dan? Lenken, control. Oh, what the fuck! Rustig aan. Lenken, control, inhouden. Linker control, dat is die, ja? Ja, en dan omhoog. En dan rijden. Wat? Doei! Dit is geweldig, man! Holy shit! Kijk, ons gaan, Lars! What? What? Oké, dit vind ik heel erg hard. Dit is sick! Oké, wacht, let op, Lars. Ik wil iets grappigs doen. Oké, hop, we gaan even weer neervallen. Ai! Oké, eigenlijk moeten we even een parkeerplek hier. Kijk, Lars, besef dit, hè? Kut, hoe oh ja, X, hè? Hier, wil je een parkeerplek hebben? Hop, daarheen. Kut, het was mooi in mijn gedachten. Ja, ik dacht ik al. Hey, Samson, kom eens één keer hier. Hey, drag race. Die als eerste bij de Eiffeltoren is omhoog. Wow! Oh, dat ziet er kouloziek uit, gast. Doei! Dit is geweldig, vriend. Dit is echt geweldig, ouwe. Yo, reclamebord. Wat? Holy shit. Ik vind dit geweldig. Ik wil eigenlijk wel even op zo'n reclamebord staan, Lars. Wat dacht je hiervan? Hoppa. Kijk dit. Holy shit. Lars, we zitten gewoon even lekker te chillen op een reclamebord. Waar is Sam dan? Ja, Sam, ben je beneden? Hey! Wacht, soort even neer. Kijk hier. Benieuwd, oh, ik vind het echt, ook die lamp achterop. Dit is toch niet normaal, je man, kan Sam. Er ook een neon collar en alles onder zetten. Echt? Ja. Oh, dat wordt sick. Nee, ik moet ik eruit. Kut. Wat? Ik heb geen parachute meer. Ik heb geen parachute, what the fuck? Hé, waar is mijn auto dan? Ja, die vliegt nog ergens. Waar is mijn auto? Huh? Waar? Ik zie hem ook. Sam, heb je mijn auto? Wat? Ik zie hem ook niet meer op de map. Hij vliegt daar nog! Mijn auto! Hoe moet ik die... Waar? Hoe krijgen we die naar mijn... Sam, mijn auto vliegt nog boven! Waar? Die... Ik bel 1 keer mijn auto wel even. Hij zakt langzaam naar beneden, man. Wat is dit nou weer? Waar? Oh, die windmolen. Kijk dan! Hij komt langzaam naar beneden. Hier, kijk. Wat? Hier. Nee! Oh, ja. Nee! Dat was echt geweldig, man. Nou mensen, we gaan even de kleding uittesten. En we zijn hier bij een kledingwinkel in onze mooie Hovercraft Back to the Future auto's. Dus we gaan even kijken natuurlijk naar de nieuwe outfitjes die er zijn en de nieuwe wapens. En daarna zullen we natuurlijk nog even een rondleiding gaan geven in de nieuwe bunker. Nou Lars, wat zullen we als eerste kijken? Ik wil even mijn outfitje laten zien. Ja kijk, Lars heeft al even een outfitje gechanged, want die kwam er eigenlijk mee. Ik was eigenlijk een soort van vergeten. Dus zo kun je het eigenlijk maken. Ziet de fucking... Je hebt gewoon 4... Wat? Ja, het zijn eigenlijk 2, maar je kan er maar... Ja, kijk, wat de hel? Hij zet het gewoon voor zijn ogen allebei. Ja, je hebt er gewoon 4, ouwe. Oké, ik ga even gewoon kijken bij de outfits. Kijken of hoe dat er allemaal uitziet. Dus outfits. Ik ga gewoon helemaal onder. Oké, wat de hel. Het is heel... Je hebt echt... Ze hebben altijd wel lelijke outfits ertussen zitten, man. Dat is altijd zo. Oh, dit is... Ja, het is wel sick, hoor. Maar het is gewoon... Die... Wil kijken bij Korga? Ja, die ons... Nou, op zich zijn ze... Voor als jij bijvoorbeeld... dit vind ik een beetje zo'n outfit als je met het leger of zo in de winter... Ja, klopt. Oh, ik heb zo'n outfit met zo'n van die army ding, met zo'n band eromheen. Kan je daar ook wapens, zo'n holster aan doen of zo? Wat, die Val Korka? Nee, ik heb die eentje daarboven. Dark blue. Oh, ik vind deze wel sick. Wat heb je? Ik koop gewoon dit. Kijk, ik heb dit.
Oh, what the fuck, we zitten in elkaar. Oh, dat is wel... Kijk dit. Ik heb zo'n gele... Bij jou zijn ze anders dan. Echt? Ja, kijk hoe ze bij mij eruit zien. Scuba. Oh, wat is dit dan? Dit is vet! Ja, hè, die duikpak. Zo'n duikpak, ja. Ha! Ja, deze. Hoppakeetje. Oh, shit. Oké, en dat was het eigenlijk. Oh, nou, ik heb die duikfles niet erop zitten. Nee. Wat is dat dan? Oh, dat gaat alleen zeker als je in het water zit. Dan. Oh ja, dan gaan we even een andere doen. Ik vond deze wel sick eruit zien. Ik neem hem gewoon even... Oh, deze is van... Vroom. Vroom. Oké, dat vond ik wel mooi. Ja, dat is die outfit die Femke Louise aan had. Hey. Nou, ik vind het prima. Nou, waar heb je zo'n gekke helm, ouwe? Ja, zo'n coole helm. Ja, gewoon volgens mij bij... Helmets. Oh, hier. Ik zie heads. Oh ja, kijk, ik heb het. Riot helmets. Zijn dat deze dan? Kijk, ja, dit zijn... Nee, dit zijn ze niet. Maar kijk wat voor hier zit. Dit zijn zo'n arrestatieteam. Oh, hier. Ik heb hem. Het is wel sick, ouwe. Ik zal zo even kijken. Army paint. Dit is wel echt hard, ouwe. Ik wil even zo'n... Hebben we iets in het rood of zo? Roze. Ja. Pantenprint. Ja, rood heb je. Oh ja, hier. Ja, hij is wat minder. Ik neem wel zo'n... ik vond een pantenprintje wel nice. Hoppakee. Het ziet er wel echt sick uit, ouwe. Holy shit. Dat is wel sick. Jij ziet er wel echt dood uit, man. Ik ben gewoon die... ja, wat is het? Ik zie er heel vaag uit. Lol. Nou, mevrouw, we gaan echt niks doen met deze helm, hoor. We zijn niet speciaal. Voor de lol, voor Sinterklaas. Ja. Oké, laten we even die wapens gaan testen, man. Ik ben best wel benieuwd hoe die wapens eruit gaan zien, man. Alleen even. Ga jij hem even doen. Ik ga even mijn hoover auto. Want dit... Oh, het regent gewoon. Ik wil bij... in mijn eigen. Oké, ja, dit is mijn outfit. Oké, ik zit in mijn auto lekker droog. Lekker vliegen. Nou, waarom kun je niet rennen in die winkel? Zo, lampie. Daar komt hij, hoor. Hier, pats. Masker op kunnen. Ja, eigenlijk, ja, er zit vast wel zo'n glitch zijn. We gaan nu even natuurlijk nog mijn bunker laten zien. Dat is het laatste wat we gaan doen. Ik weet, er zijn natuurlijk zoveel dingen wat we nog niet hebben gedaan. Zoals een helikopter die nieuw is. Onderzeeër, al die shit, onderwaterauto's. Maar dat gaat dan voor de volgende keer komen. Want ja, anders duurt deze video 2 uur of zo. Want je kan zoveel doen nu. Dus ja, je hebt ook een nieuwe heist missies er allemaal in zitten. Dus het is echt een sick geüpdate. We gaan dat natuurlijk allemaal nog doen. We gaan nu nog even naar de bunker, even daar een beetje rond kijken. En dan gaan we er even heen. Dus tot zometeen. Zo mensen, zijn natuurlijk in de gloednieuwe bunker gekomen. Zoals je hier ziet, jullie hebben het waarschijnlijk wel gezien. Natuurlijk de mooie bovending waar alle auto's staan, voertuigen. Zoals je ziet, ik moet nog wel wat voertuigen tunen. Maar dat komt nog wel een keertje. Dat kunnen jullie waarschijnlijk wel een keertje zien. Maar we gaan nu even natuurlijk de rest van de bunker laten zien. Dus Lars, laat even gewoon daar naar binnen gaan. Want volgens mij... Daar heb je allemaal nieuwe stuff. Dus daar gaan we even heen. Even een sprintje trekken. Je kan niet daar. Je moet helemaal omlopen. Dus we gaan even rennen. Strijden. Trouwens, dit is het vliegtuig geworden, jongens. Hij is gespand. Dat is super sick. Dus ik heb een beetje hetzelfde stijl aangehouden met die en de tank daar. En deze dan is wel weer heel erg anders. Maar ja, het ziet er wel sick uit, deze vliegtuig, helikopter ding. Oké, Lars, ik volg jou. Allemaal kluisjes hier. Holy shit. Ik ben echt benieuwd hoe hij er achteruit ziet, man. Ik snap alleen kluis. Niet. Ja, op zich ook wel. Maar het zou vetter zijn als je hier dan even outfitjes kan. Ja, zo kleren en foto's of zo. Een beetje... Oké, laten we even gaan kijken. Dit is Frederik. Hij staat lekker met een shotgun. Of wat? Nee, gisteren net als C klaar. Oké, holy shit. Die lampen, die muur. Oh ja, die muur hebben wij gedaan. Die is wel echt sick. Pjotter. Hebben wij... Oké, heb je iets bij je? Oh, er ging wel een piepje af, Lars. Ja. Even je outfit uitdoen. Ik waarschijnlijk ook. Warp. Oké, even hallo, allemaal kogels neerleggen. Nou, hij is niet erg bezig volgens mij met dit. Nee, volgens mij ook niet. Oh, porno. Hey, kale. Oh, er ging een deur open hier, Lars. Oh, hier kunnen we ook naar binnen kijken. Oh, kluisjes. Oh, hier zit Pieter Jan. Ja. Yeah. Oh, joh, wat? Ja, oppakken die handen. Hey, dankjewel. Oh, ligt hier een minicum, man. Oké, we gaan door. Let's go. Oké, dit was... Oh, hier. Oh, je hebt dus allemaal... Sam is helaas door de beveiliging heen gekomen. Ja, Sam moest eten, jongens, trouwens, daarvoor. Dus daarom zitten wij nu even met z'n tweeën. Maar oh, je random camera's. Oh, nice. Ik heb hier allemaal... Oh, ik kan al die wapens hier oppakken. Oh. Kun je dat ook? Ja, jij pakt die andere. Wacht, er ligt nog een shotgun. Hé, hier, camera's bij Ahmed. Maar die doen dit niet, Ahmed. Jawel, die kan echt gebruiken, hoor. Echt? Kijk, ja, maar ik zie geen beeld. Hé. Hey. Oh, ja, oh, dat is die aula. Die bespreking room. Oké, laten we die moeten we nog ook even vinden. Oké, we gaan hier weer uit. Holy shit, ouwe. Ik zeg je eerlijk, dit ziet er echt heel clean uit. Hier natuurlijk met Sandra en Bert-Jan. Oh ja. Dus, oh, hier wat snacks. Oh ja, die hebben het al goed voor elkaar. Gewoon een setup. Ik weet niet waarom ze zo ver uit elkaar moeten zitten, maar oké, het zal wel. Ja. Oké, waar kunnen we nog meer in dan? Sandra stinkt een beetje. Sandra moet douchen. Oh, hier zit een deur, ja. Oké, dan gaan we daarin. Oké.
Holy shit. Ik heb gezien. Oh, wacht, daar links. We gaan even naar de. Hoe heet dat ook weer? De Chill Lounge. Ik volg jou. De Chill Lounge. Oh ja, die kon je tunen. Of hebben. Hallo. Oh, dit is wel sick. Hoppa. Het ziet er wel vet uit. Die tv'tje in het midden. Hier de fruitschaal natuurlijk, waar we voor doen. Oh, hier een Apple. Oh my god, Lars. Hier gewoon een Apple computer, joh. Lol, ook gewoon het witte toetsenbordje. Oké. Nice. Kijk, ja, dit ziet er wel fancy uit. Die deuren kun je helaas niet gebruiken, volgens mij, man. Die hier. Nee? Oh, ja. Kijk, deze. Oh ja, die zijn op rood ook daar. Daarboven staat er een rood dingetje. Misschien dat ze ooit open kunnen, dat ze daar iets speciaals gaan doen. Tot nu toe ziet dit er echt sick uit, ouwe. Hey, hier rechts een deur. Wat was dit dan? Oeh, tering. Oh, dit is de aula, ja. Holy shit. Oh! Dat geluid ook, jongen, hè. Holy shit. Wat is dit? Oh, kijk die heli dan. Ja. Oh ja, hier kun je dus die hijs doen. Dit is wel sick. Het is echt sick, ouwe. Ik zeg je eerlijk. Oké, dit is de setup screen. Dat gaan we nu even niet doen. Setup. Ja, ik kan het setup hier doen. Lol. Die logo ook op de grond. Kan je hier zitten? Ja. Ga zitten dan. Ja, oh shit. Als je hier met je team zit en dan jij in het midden. Alleen, echt, hè, met 80 man of zo. Er stonden eerst een zoeken praatpijltjes waar jij nu staat. Ja, dat is. Ik denk dat het. Oh ja, hier zitten dingetjes in de grond. Oh ja. Dat is denk ik van de tutorial. We hebben. Ja, dus ja. Nou ja. Nou jongens. Ik denk dat het hier wel tot een mooi eind is gekomen. Dit is een mooi. Oh ja, oké, dan gaan we daar nog even. Oké, we gaan hier even heen. Hier. Ik volg jou. Oh shit. Oh, dat is die tafel, ja. Oh, what the fuck, plafond. Holy shit, ouwe. Oh, dat is die met die satelliet wat jij zei, toch? Ja. Okay, maar dat kost geld en zo. Dat is volgens mij echt. Ja, 750.000. Ja, hier heb je echt niks aan, jongens. Dus dat is. Oké, ik volg jou. Rennen. Ja, hier beneden. Sprintje. Computers, verder in zich niks. Oh ja, allemaal database gebeuren. Ja, dit is wel een mooi plekje. Dit is wel echt de sick. Ga die deur op. Dat geluid, hoor jij ook zo'n. Is een pliep, pliep. Geluid? Nee, wacht. Oh ja, hier. Brr. Ik wil wel het eerste rij. Hij typt alles. Ik weet niet wat het is. Oh, ja, ik kan een setup screen doen. Oh, je kan niet op de eerste rij. Press to access setup screen. Oh ja, dan kan ik rondkijken. Oké. Ik zit er wel een beetje ongemakkelijk bij. Ja, ik zit er ook best wel raar bij. Maar jongens, dit was de video. We hebben natuurlijk heel veel dingen uit de update gecheckt. Natuurlijk niet alles, want ja, dan zou de video wel echt immens lang duren. En ja, ik wil jullie thans nog echt super bedanken voor de support, jongens. De laatste tijd is echt super awesome, jongens. Vergeet niet zeker te abonneren op mijn kanaal. Vergeet niet zeker deze video te liken. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later, mensen.